Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Ex in Nederland. Ik ga naar de camping. Gaan jullie mee? Zijn jullie benieuwd? Gaan we kijken. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Ex in Nederland. Ik ben Yannick, oftewel Papa Shanky. De vorige keer heb ik ook een hele leuke video mogen opnemen. En dat ging over 10 producten voor bij de barbecue. Ben je benieuwd? Ga die ook even kijken. En nu laat ik even 10 producten zien die je moet hebben bij de camping of als je op een camping gaat verblijven. Kijk maar mee. Het eerste product, een ideaal tafeltje. Ik ga hem even laten zien hoe je hem in elkaar zet. Nou, ik zit lekker erbij. Dan denk je van, zit je nou op? Ha, dat is het tweede product. Eerste product is de tafel, de vijfste ervan zie je hier. En een opblaasbare poef. Het tweede product. De prijs is. En het is ideaal, want je rits hem open, je kan hem weer de lucht uithalen. Dan kan je hem makkelijk meenemen. En dan heb je weer iets leuks om op te zitten. Zo, gaan we verder. En slippers. De prijs komt nu als goed is in beeld van deze mooie slippers. Maatje 43, 44. En het vierde product is een product wat je kan helpen om je telefoon mee op te laden of tablet of iets anders, want het werkt op zonne-energie. De prijs daarvan is juist. Dan hebben we een soort camping shower. Heel makkelijk, het is een zak, doe je water in, je hangt hem bovenop je hoofd en voilà, je kan douchen. Ideaal als je geen normale douche in de buurt hebt of je gaat wild kamperen. Super handig, super ideaal en de prijs is maar. Dan komen we aan bij een heel leuk spelletje. Want als je op de camping bent, wil je ook nog leuke spelletjes spelen. Voor degenen die beerpong kennen, hè, onder 18 geen alcohol. Maar dit is een gigantische grote variant ervan. Je hebt hele grote emmertjes eigenlijk. Er komt een tasje bij om de emmertjes in te doen. Zo zien de emmertjes eruit. Je hebt twee kleuren emmers. Blauw en rood. En het is de bedoeling dat je dus de ballen in de rode of in de blauwe emmer gestopt. En degene die alle emmers heeft geraakt of de ballen in heeft gekregen, die heeft gewonnen. Ja, je weet het wel, als je op camping bent, het is wat warmer, je hebt in de avond last van muggen. Ideaal om zo'n grote citroenkaas te hebben, want muggen houden niet van citroen, ik wel. Ruikt heel lekker en de prijs ervan is dan nummertje 8. Daar heb ik er 2 van gehaald. Het zijn van die hanglampen eigenlijk. En je hangt ze zo op, je drukt het op een knopje en voilà, het geeft gewoon extra licht. Het is ideaal, je kan het makkelijk meenemen, je kan het overal ophangen waar je het kan. En de prijs ervan is dit. Plastic borden, heel leuk. Een leuk printje, genoeg van kopen en de prijs is niet zo heel duur. En dat zie je hier. En daardoor kan je er genoeg halen voor hoeveel mensen je het nodig hebt. En de laatste en de tiende is een product wat ik eigenlijk heel graag wilde hebben. En het is een elektrische barbecue, heel makkelijk mee te nemen, heel compact. Maar die was niet meer in de winkel. Dus wil je het zien, zie je waarschijnlijk een linkje voorbij komen of een fotootje ervan en de prijs ervan. En dan kun je hem zelf opzoeken, want ik vind het ideaal, want je kan niet overal kan je barbecue aanzetten. Vanwege de kolen en brandgevaar. En dat kan wel met een elektrische barbecue, mocht je elektriciteit hebben. Dat waren de 10 producten. Maar dat was niet alles. Ik heb zelf nog een aantal producten erbij gekozen. Waaronder de broek. De korte broek. Want ja, je hebt mooi weer. En je wil in ieder geval een korte broek wat heel erg stretchbaar is. Dat het niet gaat uitscheuren. Wat ik dus afgelopen week heb meegemaakt. Dus dit is een hele fijne broek. Ik kan alles mee doen, ik kan met de kinderen spelen en zonder dat het broek stuk gaat. En de prijs daarvan is €7,99 voor heren. En dit is maatje L. En dan heb ik nog andere spullen voor bij de camping. Dan begin ik bij een grote beachmat. Wat is er speciaal aan deze beachmat? Er zitten allemaal kleine gaatjes in, dus je zet hem gewoon op het strand, op het zand.
En als er een hoopje zand erop ligt, dan veeg je het gewoon weg eigenlijk. Omdat er kleine gaatjes in zitten. En ja, als het hard waait, dan wil je niet dat je handdoeken op de matten weg gaan waaien. Daarvoor heb ik klemmen. Ja, ideaal. Je steekt het gewoon in het zand of waar je ook je handdoek hebt. Ja, dan gaat het niet wegwaaien, want die klemmen die zet je gewoon op de uiteindes en je zet het gewoon in de grond. En de prijs daarvan is dit. En dan heb ik natuurlijk ook zonnebrand. Factor 30, de prijs zie je hierboven. Je kan het eigenlijk gewoon niet missen. Je hebt het wel nodig. Als de zon schijnt, je vergeet het heel snel. Doe het niet. Het is een kleine moeite. Dopje eraf. En je gaat het opspuiten. Voilà. Dan, de laatste is een soort standtentje. Is het half open. Ik ga hem openmaken. Niet schrikken. Maar dan gaat hij als goed is meteen open. Dan zit je in ieder geval uit de wind mee. En deze kan je ook makkelijk vastzetten. Ja. Oké. Kijk. Ideaal. Je kan erin zitten, een beetje uit de schaduw, uit de wind. En deze kan je ook vastzetten met die klemmen. De prijs van dit windschermpje, tentje, is... staat hierboven. Yes. Zo. Ik heb er nog eens 5 items erbij toegevoegd. In totaal 15 items laten zien die je bij de camping nodig hebt. Ik hoop dat je de video een leuke video vond. Laat weten wat jij eigenlijk heel erg belangrijk vindt om mee te nemen naar de camping. En wat je van deze producten vindt. Wil je meer weten van de producten? Ga eens even kijken naar de link in de beschrijving. Ik zou zeggen dankjewel nogmaals. Dankjewel voor het kijken. Zorg dat je abonneert op het kanaal van Action Nederland. Of op Papa Shanky, mijn kanaal. Ja, hopelijk zie ik jullie binnenkort heel snel weer. Dankjewel voor het kijken en een fijne vakantie. Doei!